Hallo kijkers van Harm Frodo en welkom terug bij de seizoensfinale. De allerlaatste aflevering van seizoen 1 van De Adelaar is geland. Ik mocht er dan in de nieuwjaarsspecial van 2020 een beetje negatief over zijn. Ik heb nog een goede grap, las het in de krant. Niet te hard lachen, De Adelaar is geland. Maar we zijn even terug. Ik denk van als ik een serie begonnen ben, maak ik hem ook helemaal af. Dus welkom bij de seizoensfinale. Mocht je de vorige 6 afleveringen niet gezien hebben, helaas, dat is vrij essentieel. Volgens mij is dit de enige serie op mijn hele kanaal waarin het echt wel heel essentieel is dat je het hele seizoen kijkt. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in de aflevering, kijk dan zeker alle voorgaande afleveringen. Of kijk even de trailer van deze aflevering, die net aan het eind van 2019 online is gekomen. Dan zit je ook redelijk in de storyline. En dan gaan we nu verder met de storyline van De Adelaar is geland. Aan het begin van het verhaal speelde Radel natuurlijk een hele grote rol. En die Radel, daar wordt nu weer eigenlijk naar geflitst. Het cameraperspectief dat gaat weer terug naar Radel. En Radel die krijgt eigenlijk het bericht dat alles eigenlijk mislukt is, de hele operatie. Terwijl wij nog in spanning afwachten of de operatie wel of niet lukt. Maar ze hebben eigenlijk vanaf het schip, de e-boot die daar lag, hebben ze doorgezeind van de operatie is mislukt. Dus je hebt geen kans. En Radel die zegt meteen tegen degene die hem dat bericht heeft doorgegeven van ga nou maar naar huis, want je hebt een vrouw en kinderen. Want mochten ze hierheen komen, dan ben jij in ieder geval geen slachtoffer. In de vorige aflevering zagen we natuurlijk dat de sleutels van de wagen van de officier van de Amerikanen door Devlin werd gegeven aan Kurt Steiner. En die rijdt dus nu in de wagen van de Amerikaanse generaal die daar rondloopt, rijdt hij rond richting. En ondertussen doen de Engelse en Amerikaanse soldaten die daar zitten in de buurt, doen allemaal hun best om achter degene die ontsnapt zijn, dat zijn dus Kurt Steiner en Liam Devlin, om daar achteraan te gaan en die in ieder geval uit te schakelen. En Kurt Steiner die schakelt dan nog een van die patrouillemensen, schakelt die ook nog uit. Kurt Steiner vermomt zich dus als de soldaat die hij net heeft uitgeschakeld, zodat hij natuurlijk niet opvalt in zijn nazi-uniform en zo. En dan zie je nog een heel stuk van de film waarin Devlin wordt achterna gezeten door een hondenpatrouille met 2 soldaten en daar ternauwernood aan uitkomt. En dan krijgen ook de andere belangrijke heren in Duitsland krijgen te horen dat het plan mislukt is. Dus eigenlijk alle draadjes van het hele plan komen nu bij elkaar. En dan wordt Radel die wordt gearresteerd. Zoals dus ook al verwacht was, want hij zei al tegen die ander van dat hij weg moest gaan en zo. Radel wordt neergeschoten wegens verraad. En zo dus het enige lijntje wat nu eigenlijk nog goed loopt, is het lijntje van Kurt Steiner die op weg is naar. En Kurt Steiner die is er dan op slinkse wijze achtergekomen dat Churchill ondertussen zich de plek heeft gevonden op de legerbasis. Waarvanuit alle belangrijke mensen van Engeland de omgeving daar controleerden. En Mr. Churchill die gaat naar buiten om te roken. En net om de hoek daar staat Kurt Steiner met zijn pistool klaar. En Steiner die begrijpt nu ondertussen ook wel dat Churchill ontvoeren helemaal niet meer gaat lukken. Want het is natuurlijk onmogelijk om in je eentje Churchill te ontvoeren en hem helemaal naar Berlijn te brengen. Dus hij denkt, in plaats van Churchill ontvoeren, vermoorden we hem. En dan krijgt Clark opeens op dat hoofdkantoor telefoon van dat diegene dat Kurt Steiner niet gepakt is. En dan opeens beseft Captain Clark van, wacht eens even. Hij is niet gepakt. Hij wist wat zijn idee was. Dus hij moet hier zijn. En daar, Steiner, die ziet dus de man waarvan hij denkt dat dat Winston Churchill is. En die schiet. En de andere mannen van Clark, die horen het schot. Dus die rennen naar buiten. En die schieten Steiner neer. En dan eigenlijk de eindelijke ontknoping van het hele verhaal. En dan blijkt het dat de Winston Churchill die daar is neergeschoten, dat dat niet de echte Winston Churchill is. Want de echte Winston Churchill zit ondertussen in conferentie met President Roosevelt in de Verenigde Staten. Maar dat dit een dubbelganger is van Churchill. Oftewel, niemand zal ooit weten wat Kurt Steiner gedaan heeft.
En de enige overlever is Liam, Devlin en Molly, maar die telt eigenlijk niet mee. Oftewel, dit was de story of The Eagle Has Landed. Oftewel, het verhaal van de adelaar is geland, is eindelijk klaar. Dit was de seizoensfinale. Een beetje een onbevredigend einde, vind ik dan. Omdat het natuurlijk niet de echte Churchill is en iedereen dood is en dat soort dingen. Maar ik hoop alsnog dat jullie genoten hebben van deze serie van 7 afleveringen die nu al duurt sinds het begin van augustus. En ik hoop jullie snel weer te zien bij een nieuwe serie. En ik moet nog snel bedenken wat. Tot ziens, tot later.